YouTube! Vandaag ga ik samen met jullie digitaal tekenen. Mijn jongste dochter heeft namelijk een illustratie gemaakt. Een hele leuke, als het goed is. En die ga ik namelijk na-creëren. Maar dan dus helemaal in mijn eigen stijl. Het is geen goed Nederlands. Ik heb geen idee hoe ik dat noem. Maar ik ga hem namaken, maar dan dus op mijn manier. Maar voordat we gaan beginnen met deze video, heb ik nog eventjes twee leuke dingetjes om te vertellen. Namelijk één, en dat is dat we aanstaande zaterdag op Creadoe staan voor een meet and greet. Yay! De meeste mensen wisten het denk ik al. Ik had het al eerder gedeeld hier in een short, mocht je die nog niet hebben gezien. Ik weet niet of ik daarna kan linken, maar anders dan kan je hier klikken. En anders moet je even kijken op mijn kanaal. Maar we geven dus aanstaande zaterdag een meet and greet op Creadoe. En dan staan we van 10 tot 1 uur op de influencers spot. En dan kan je gezellig langskomen om even op de foto te gaan. Hoor je te zeggen, een handtekening te halen. Of wat je graag wil komen doen. Tweede ding. We zijn bijna bij de 100.000 abonnees. Echt heel dichtbij. Ik zeg het echt al een paar jaar, maar dit keer is het echt waar. Dus we willen jullie vragen om te abonneren op dit kanaal, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Want dan zijn we natuurlijk eerder bij de 100.000 abonnees. Wat heb je getekend? Ah, wat is het? Wat gebeurt er allemaal? Zij moet naar school, maar ze is te laat voor de schoolbus. En wie is het? Dat ben jij. Ik zit weer op school. En Mila, je hebt de fiets getekend. Ja. Ja, dat vind ik heel moeilijk om te tekenen. Hoe ben je op dit idee gekomen? Ik zag een geel potlood en toen dacht ik aan de schoolbus. Oh, zo simpel. Want we hebben toch in Nederland helemaal niet zulke schoolbussen. Het zou wel leuk zijn. Oh, dat dacht ik dus wel. Ben je ooit met zo'n schoolbus naar school geweest dan? Nee, maar ik moet gaan lopen. Ja, oké. Kijk, ik ga er een heel Amerikaans thema van maken. Dat is duidelijk. Kom, we gaan beginnen. Nou, dit is dus blijkbaar wat we gaan maken. Mezelf, rennend achter een schoolbus aan. Een schoolbus bomvol met mensen. Dus ik mag een heleboel karakters tekenen. En hetgeen dat ik echt het allerleukste vind om te tekenen, een fiets. Thank you, Mila. Daar ben ik heel blij mee. Ik ga deze tekening in ieder geval digitaal tekenen. Dus dan kan ik misschien iets meer referentie opzoeken voor een fiets. Ik hoop dat het iets makkelijker maakt. Want als er iets moeilijk is om te tekenen, dan is het wel een fiets. Oké, we gaan gewoon beginnen met schetsen. We zien vanzelf wel of het een beetje mooi gaat worden. Ik ga beginnen met echt het schetsen. Dus in het begin zal het er nog niet heel geweldig uitzien. Maar ik wil vooral even gaan bedenken hoe ik het ga weergeven. Want zoals je ziet is bij Mila de tekening heel erg van bovenaf getekend. Nou, ik wil het meer van vooraf getekend. Sowieso iets minder weg ook en minder grijs. Dus die bus die gaat heel groot worden die er komt. Zodat het echt draait om die missende bus en om dat meisje dat er dus achteraan rent. Zodat dat in ieder geval gewoon heel duidelijk wordt. Dus ik denk dat ik hier ongeveer dan die bus ga maken. Al denk ik dat ik hem iets meer naar rechts ga verplaatsen, zodat het echt lijkt alsof hij wegrijdt. En dan ren ik er dus in een pose zo achteraan. Maar ik moet even kijken hoe ik dat ga tekenen. Want een rennende pose is niet hetgene dat ik eigenlijk het allermeeste teken. Wat een uitdagende illustratie dit. Met fietsen en bussen en rennende mensen en een heel verhaal. En jeetje, kinderen hebben wat dat betreft een goede fantasie. Nou, ik zei het net ook al, dat ik met digitaal teken natuurlijk heel makkelijk even iets van een referentie kan zoeken. Dus ik heb een foto opgezocht van een fiets. Heel klein beetje vals spelen, maar dan kan ik in ieder geval de lijnen van de fiets goed tekenen. En ik denk dat me dit ooit wel lukt, maar ik teken gewoon nooit voertuigen. Echt nooit. Dus zeker geen fietsen. Dus dat, als ik altijd een fiets teken, dan ziet het er altijd al heel snel uit als een kleine kleuterfiets. Dus ook helemaal uit verhouding met het zadel veel te hoog. Dus ik heb echt even een referentie nodig. Lijkt mij wel heel leuk als die man die op de achtergrond loopt ook iets heeft, dus ook een verhaal vertelt. En misschien dat hij dus niet met de bus kan, omdat hij dacht van ik neem vandaag de fiets. En dan heeft hij ook nog eens een keer dikke vette pech, want zijn band is lek. Dus hij moet ook lopen, net zoals ik, omdat ik de bus heb gemist. Het is trouwens wel echt een typerende tekening voor mij dit, want dit is wel iets dat mij vroeger heel vaak overkwam. Of als ik een keertje op tijd was, dan was de bus vaak vol en dan reed hij alsnog weg en dan stond ik alsnog gewoon buiten of ik mocht een heel stuk gaan lopen. Ik denk dat ik op de achtergrond nog iets van huisjes erbij ga maken hier, zodat je wel ziet dat ze echt vanuit de woonwijk vertrekt richting school. Dus daarom gaan ze ook zo hier naar de boskant toe en vanuit de woonwijk weg. En ik denk dat dat een beetje moet weergeven wat Mila bedoelt.
Nou, je kan nu in ieder geval wel zien hoe we het gaan inrichten. Ik ga het zo meteen helemaal uitwerken. Er moeten natuurlijk ook nog wat mensen achter het raam die dan ook nog zo zitten van... Oh, je vergeet maar eens. Buschauffeur, stop! Weet je wel, en die buschauffeur die is dan geïrriteerd of zo, want die heeft er helemaal geen zin in en haast. Mijn ervaring met bussen. Maar ik denk dat ik hier wel mee kan werken. Ik ga zo meteen die huisjes gewoon leuk uitwerken. Misschien dat ik hem nog iets anders ga maken. En zorgen dat alle poses natuurlijk goed uitgewerkt zijn. Die fiets ook echt goed lijkt op een fiets. Dus dit is mijn schets waar ik mee ga werken. En we gaan hierop een hele leuke illustratie maken. Oké, het moest dus mijzelf worden. Dus ik ga ook proberen om een karaktertje te tekenen zoals ik mezelf ook wel regelmatig teken. Dus met een staart en een pony. Nou had ik op de tekening van Mila wel alleen een wit shirt aan en een spijkerbroek. Maar ik vind het wel leuk om het een beetje te laten lijken bij de schoolbus. Dus daarom dacht ik, nou misschien is dan ook iedereen hier in deze illustratie ook met een schooluniform aan. Of in ieder geval een herkenbaar schooljasje. Het is gewoon een baseballjasje geworden eigenlijk, omdat ik dat zelf ook heel veel draag. Maar we hebben het allemaal aan, dus dan is het een schooljasje toch? Nou wilde ik in de bus heel veel karakters neerzetten. Dat was mijn idee. Dat was natuurlijk ook hoe Mila het had getekend. Maar ik vond het best al wel druk worden. En zeker omdat mijn hand er al zo voor zat. En mijn wachtbalkje zat er al voor. Bij het andere raam liep die jongen met die lekke band er alweer voor. Dus ik had in ieder geval één iemand in het midden die daar wel echt kon zitten. En die wilde ik eerst iets laten uitbeelden naar de buschauffeur. Wat ik net ook al zei van wacht, weet je, er komt iemand aan. Maar toen ik bezig was om die buschauffeur te tekenen, werd het eigenlijk veel te druk. En was het ook veel leuker om die bus een beetje uit beeld te laten gaan. Waardoor het ook echt al is van, die bus die rijdt weg. Anders leek het meer alsof de bus stil stond bij de bushalte. Dus ik heb nu bedacht dat er dus iemand in het midden van de bus zit. Zo'n iemand die dan dus wel weer netjes op tijd is. Die wel helemaal netjes aangekleed is. En die niet doorheeft dat ik roep van, hey wacht. Maar die denkt dat ik zwaai. En dan zo van, doei. Oké, dan is dit de uiteindelijke uitgewerkte schets geworden. Met nog een bordje met bushalte erbij. Het was natuurlijk de bedoeling dat de bus heel vol kwam te zitten. Maar wat ik net ook al zei, trok echt te veel aandacht weg van de karakters die aan de voorkant zaten. En die buschauffeur die was eigenlijk ook te krap bij dat raampje zo. Dus ik heb het gewoon zo opgelost. Ik hoop niet dat Mila dat erg vindt, want zij had wel iets meer poppetjes in haar tekening. Maar ik vind het wel heel leuk. Er zit heel veel verhaal in. Je ziet echt dat ik de bus mist. Je ziet echt dat daar iemand loopt met zijn fiets. Nou ja, of iemand op zijn fiets zit. Maar er is hier in ieder geval iemand echt met zijn fiets. En er zit dus iemand in de bus. Je ziet echt zo een beetje dat settingje van hij gaat ook ergens heen. Ik heb net wel op het einde nog het woord schoolbus eraan toegevoegd. Want dat had zij ook nog op haar tekening staan. Dus dat vind ik wel leuk dat dat in ieder geval nog terugkomt. Maar ik ben wel tevreden eigenlijk over hoe het er dus weer uitziet. Het voelt echt als een verhaaltje. Tenminste, ik zie echt wat er gebeurt als ik hier nu naar kijk. Dus ik ga hem nu helemaal omlijnen. Of in ieder geval zorgen dat het echt een uiteindelijke versie wordt. Het is natuurlijk nog steeds maar een schets. Ik ga hem nu gewoon echt helemaal uitwerken. Dan gaan we hem ook helemaal inkleuren. En dan ben ik daarna heel benieuwd wat Mila ervan gaat vinden. Ik heb het online gedeelte even uit deze video geknipt, want jullie hebben het me net ook al helemaal zien tekenen. En ik denk dat je dat stukje wel gelooft, dus we gaan lekker meteen beginnen met kleuren. Ik zeg het elke video weer, ik vind kleuren zo moeilijk. Een kleurpalet samenstellen is zo lastig. Zeker als je in zoiets als dit echt miljoenen kleuren hebt om uit te kiezen. Wat ga je kiezen? En inmiddels heb ik al wel vaker wat karakters getekend. Dus ik ben al wel wat handiger geworden om daar de kleuren uit te kiezen. Vooral voor mijn eigen karakter wist ik wel van oké, dan wil ik altijd deze haarkleur en deze outfit is gewoon prima. En dat gaat eigenlijk ook allemaal wel goed. Alleen de achtergrond er dan weer helemaal bij inkleuren en zorgen dat het één geheel wordt. Jongens, dat is echt nog lastig. Ik heb mijn best gedaan. Nou had Mila natuurlijk alleen maar een weg gekleurd en een stoep gekleurd. Dus ik had niet veel om de achtergrond mee te bedenken zoals zij het had bedacht, zeg maar. Dus ik moest wel even nadenken over hoe ik die dan zelf ging samenstellen. Nou, ik denk dat het uiteindelijk gelukt is en dat ik tevreden ben met alle kleuren die ik tot dusver heb gekozen. Maar als je me dus heel vaak ziet wisselen van kleur,
Dan komt dat dus daardoor. Het is moeilijk. Ik ben overigens wel echt tevreden met deze tekening. Ik krijg er echt een stripboekgevoel van. En daarom heb ik ook wel geprobeerd om de kleuren dus ook zo vibrant mogelijk te houden. Lekker vrolijk, zodat het echt ook zoals een stripboekje voelt. Net zo ook als Mila haar tekening is. In het begin ging ik iedereen kleuren in dezelfde schooluniform, of in ieder geval in dezelfde baseballjasjes. Maar toen ik het eenmaal aan het kleuren was, na een tijdje had ik zoiets van, ik denk toch dat het wel leuker is om wat meer verschillende kleurtjes te gebruiken. Dus uiteindelijk krijgt wel echt iedereen zijn eigen jasje. Ook wel leuk, want daardoor zie je ook wel dat iedereen een beetje een eigen persoonlijkheidje heeft, in plaats van dat het allemaal in dezelfde kleur is. Vooral dat meisje in de bus, ik vond dat zij echt zo'n roze jasje moest hebben. Ik kreeg er dus ook echt een beetje zo'n vibe van iemand die dus ook gewoon... Ja, ik weet niet. Ik vond gewoon dat zij gewoon een roze jasje aan hoorde te hebben. Zo'n roze strikje en zo'n knotje. Ik vond haar echt zo'n type ervoor. Nou hebben wij overigens geen schoolbus in Nederland. Ik heb vroeger als kind superveel met de bus naar school gereisd. Maar dat was wel pas op de middelbare school. Kon ook gewoon fietsen. Maar daar was ik te lui voor. Heel eerlijk. Vooral in de koude wintermaanden. Dus ben ik heel veel met de bus gegaan. En had ik inderdaad regelmatig dat de bus weg was als ik aankwam. Of gewoon net eerder was, terwijl ik er precies op tijd was. Of doorreed omdat hij vol was. Dus ik herken de frustratie met de bus echt heel erg goed. Heel grappig ook om dit dan zo te tekenen. Ik vond het ook leuk dat Mila dat zo had bedacht. En het is ook echt een hele leuke uitdaging om een keer een tekening na te maken die iemand anders heeft bedacht. Maar om het dan dus wel gewoon lekker zelf te mogen uitvoeren op je eigen manier. Ik ben overigens ook wel benieuwd wat er nu eigenlijk gebeurt nadat die bus wegrijdt. Want hij loopt daar met zijn lekke band. Zij mist de bus, oftewel ik dus. En dat stomme mens is weg, want die is met die bus meegereden. Dus die is lekker op tijd op school en ik kom sowieso te laat. Maar die jongen met die lekke band, die dus eindelijk een keertje dacht van... Goh, ik doe eens een keer sportief en ik ga op de fiets naar school. Wat ik overigens vroeger ook wel eens probeerde en ook van dat soort ellende had. Wat zou er gebeuren met hun twee? Zouden zij dan samen nu naar school te lopen of zo? Laat maar weten even in de reacties wat jij denkt dat hier nu verder in deze tekening gebeurt. Ben ik benieuwd naar. Maar goed, ik ga in ieder geval deze illustratie nu even helemaal afmaken. Ik voeg hier en daar nog wat schaduw toe en nog wat belichting toe. En ik probeer ook nog heel veel uit met heel veel verschillende kleuren. Want ik had ook nog bedacht van misschien is het leuk als er nog wat zonnestralen doorheen komen. En ook allemaal weer weggehaald overigens, want het zag er niet uit. Ik vond het wel leuk om op deze manier lekker te oefenen met de achtergrond elke keer. Want ik merk wel dat ik dat eigenlijk echt veel te weinig doe. En doordat Mila hem nu helemaal had ingekleurd, zorgde dat ook wel dat ik dat ook helemaal wilde gaan doen. Dus het was wel een leuke oefening. Maar daardoor zie je me wel wat meer prutsen dan normaal. Dus ik maak in ieder geval de laatste dingetjes af. Dan gaan we zo meteen het eindresultaat bekijken. En dan gaan we hem natuurlijk ook aan Mila laten zien. Want ik ben heel erg benieuwd wat zij ervan vindt. En of ze hem ook nog een beetje vindt lijken op haar tekening. Ik ben klaar en dan denk ik dat dit het resultaat is geworden. Ik zal trouwens ook die van Mila er weer voorbij pakken. Dit is die van Mila en zo is die van mij geworden. Ik heb geprobeerd alle elementen van Mila er heel erg in te houden. Dus ik die ren achter de bus aan. De schoolbus die wegrijdt met iets minder mensen erin. Maar goed hè. In ieder geval wel de schoolbus. Schoolbus staat er ook op. Degene hier met de fiets die, nou ja, naar mijn idee een lekke band had. Maar ik denk niet dat Mila dat pers heeft getekend. En dus een weg die hier ook loopt. Ik heb hem alleen in een ander perspectief getekend. Dus de huizen die hier stonden, ja, die zie je dus net niet op Mila de tekening. Maar die zie je dus wel bij mij. Ik vind hem heel leuk geworden. Maar ik ben natuurlijk nu ook heel erg benieuwd wat Mila ervan vindt. Dus ik ga Mila er even bij roepen. Dan ga ik het er voor de allereerste laten zien. Want ze heeft nog helemaal niks gezien. Ben je er klaar voor? Ja. Wil je hem zien? Ik ben echt heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Wacht, ik ga hem eventjes aanzetten voor je. Kijk. Dit is hem geworden. Oh. Zie, ik die te laat ben voor de bus en die naar school ren en de schoolbus. En hij heeft wel een lekker band trouwens. Ik weet niet of dat mocht, maar hij heeft wel een lekker band. Oh. Echt leuk. Ja? Dat is echt een leuk idee, Armin. Maar het is leuk om te tekenen.
Kijk, en we hebben allemaal Creatic baseballjasjes aan. Nee, die moet alleen nog even in de winkel komen. Is dit je zus? Nee, weet ik niet. Ik vond dit wel echt zo'n soort van McKenzie-achtig type. Die wel altijd op tijd is en de haarnetjes heeft gedaan. En ik natuurlijk weer met scheuren in mijn broek. En oh nee, shit, de bus weer gemist. En zei, doei, ik was wel lekker op tijd. Thanks, Mien. Voor je mooie tekening. Wat een leuk idee. Oh, lekker. Nou, ik ben blij dat Mila hem leuk vond. En ik ben ook heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Laat maar even weten hier beneden in de reacties. Als je het ook een leuke video vond, dan weet je wat je moet doen. En dan zie ik jou hopelijk heel snel weer in de volgende video. Dankjewel voor het kijken en tot snel weer. Doei!